LACO Sportcentrum Kuik. Echt alles onder één dak. Dat is pas sportief genieten. Alles onder één dak bij Decohome Peters. De speciaalzaak van Kuik. Op het gebied van verf, behang, raamdecoratie en gordijnstoffen. Bent u dus van plan om uw woning binnen of buiten een opknapbeurt te geven? Dan moet u zeker eens naar Decohome Peters. Kijk ook eens op www.decohomepeters.nl. Goedemiddag Sinterklaas. Goedemiddag Astrid. Dank u wel dat ik weer mee mag varen naar Kuik. Nou, wij zijn altijd heel blij als Regio TV Land van Kuik ons vergezeld op de boottocht van Linden naar Kuik. Want zoals je weet hebben wij in Linden vannacht overnacht. We zijn midden in de nacht aangekomen uit Gouda. En bij de jachthaven waren we heel welkom. En dat was maar goed ook, want het regende pijpenstelen. Het was wel weer een enorm gedoe om in Gouda aan te komen. Ja, dat is iedere jaar weer hetzelfde, hè? Want dan zijn de pieten even de weg kwijt. Want het is ook heel spannend voor hun om toch maar weer eventjes helemaal van Spanje naar Nederland te varen. En dan hadden ze geluk dat op het laatste stuk de rivier recht was. Toen kon de Sint ook het stuurwiel even vastzetten en nog even een dutje doen. Want met die ene Piet aan boord en Sinterklaas alleen was het wel heel erg druk, hoor. Was er niet een enorme verrassing dat u zoveel pieten erbij hebt gekregen? Ja, daar waren we eigenlijk heel verrast over. En Sinterklaas zegt altijd, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En opa Piet heeft natuurlijk heel erg goed die pieten opgeleid. En we waren blij dat er in Gouda nog een lege fabriek was, waar de opleiding heeft kunnen plaatsvinden. In zo'n grote fabriek hadden we daken hadden ze nagemaakt, schoorstenen enzovoort enzovoort. Hebben ze het vannacht druk gehad? De pieten hebben het vannacht heel, heel druk gehad. Want je weet, zolang als Sinterklaas in het land is, mogen de kinderen de schoentjes zetten. En natuurlijk is het heel lang al heel spannend geweest. Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. En natuurlijk het Sinterklaasjournaal van Regio TV Land van Kuik. Hebben alle kinderen aangespoord om de schoenen te zetten. En dus hadden onze pieten het heel erg druk. Kijkt u zelf wel eens naar TV Land van Kuik Sinterklaas? Want in Spanje kunt u het natuurlijk niet ontvangen, maar u kunt het ook terugkijken op de website www.tvlandvankuik.nl. Ja, dat weet Sinterklaas wel, want wij zijn ook digitaal verbonden met Nederland. En dan kunnen we al dat soort programma's terugkijken. En straks, als we terug zijn in Spanje en we zitten weer keurig netjes in ons kasteel, in ons paleis zeg maar, dan gaan we al die stukjes nog eens terugkijken en kijken van, wat had anders gekund? Wat hadden we de volgende keer of hadden we anders moeten doen? Of is alles wel goed gekleurd? Hè? Want het kan wel eens ooit zijn als je heel strak in het zonlicht kijkt, dat er andere kleurtjes verschijnen. En dan wil ik toch wel eens zeker weten of dat niet het geval was. Nu op naar Kuik. Weet u iets over Kuik? Ja, Kuik is een hele oude plaats. Is heel oud. Is ooit gesticht door heer Jan van Kuik. En alhoewel die niet uit Kuik kwam, maar toevallig is zijn naam aan Kuik verbonden. Is een fabeltje hoor, want Keukelum is de eerste naam van Kuik, is gegeven door de Romeinen. En eigenlijk wil dat zoveel als zeggen als kasteel. En waarom gaat u zo graag naar Kuik? Sinterklaas gaat zo graag naar Kuik, omdat hij weet dat daar heel veel lieve kinderen wonen. En die gaat Sinterklaas allemaal na aan het hart. En ik heb ook al gezien van mijn pieten dat er al heel veel tekeningen zijn gemaakt. Nou inderdaad, wij hebben een eigen Sinterklaasjournaal. Al is het een taai-taai pop versieren, is het pietengym op school of bij de sportvereniging. Wij willen graag die filmpjes en maken daar een mooie compilatie van en zenden het uit in het Sinterklaasjournaal. Oké, dus dan ga ik daar met heel veel plezier naar kijken. En ik zal het ook tegen onze pieten zeggen. Want die zijn natuurlijk wel erg blij als zij een gewone kale taai-taai pop of een kale Sinterklaas speculaas pop geven, wat daar voor versiering uitkomt. Want ze houden heel erg van versieren. Ziet u dat wij dit jaar ook ondersteund worden door de reddingsbrigade Erika uit Kuik? Ja, dat is heel erg goed om even te vernoemen, Erika. Die doen steeds meer aan evenementenbegeleiding op het water. En je ziet, er zijn heel veel kleine bootjes bij. En het zou zomaar eens kunnen dat er een kindje in het water valt. Nou is dat gelukkig nog nooit gebeurd, maar zeg nooit nooit. En om die veiligheid dan te garanderen, is de reddingsbrigade aanwezig met twee mensen hier op deze boot. Daar varen twee bootjes mee. En er zijn nog leden van de reddingsbrigade aan de loswal in Kuik. Voelt u zich nu ook extra veilig?
heel erg veilig. Ondanks het feit dat al mijn pieten een hele goede zwemopleiding hebben gehad. Want ze moeten jaarlijks een toets doen voor ze de boot op mogen. Want ik wil wel zeker weten dat ze dat allemaal kunnen. Hè? Als er een keer eentje overboord slaat met een flinke storm, dan moet het toch wel gegarandeerd zijn dat hij terugkomt. Heeft u ook gehoord over de discussie over het schoolzwemmen in Kuik? Dat door de bezuinigingen er sprake was dat dat misschien afgeschaft ging worden? Ja, daar heb ik iets van gehoord. Ik heb het gelezen. En Sinterklaas is eigenlijk van mening dat het schoolzwemmen afschaffen niet zo'n hele slimme maatregel is. Want Kuik heeft heel veel water in de nieuwe woonwijken. Nou, daar is vlakbij nog een heel groot plassengebied van ruim 350 hectare in Beers. Dan heb je natuurlijk de Maas, hè, waar veel kinderen recreëren. Dus Sinterklaas is van mening, en trouwens ook zijn pieten, dat het schoolzwemmen absoluut moet blijven. En voor dit jaar is het gegarandeerd. En voor volgend jaar wordt er gezocht naar een oplossing, waarvan wij hopen dat de afloop goed zal zijn. Hebben jullie het vannacht druk gehad? Ja, heel erg druk. We zijn de hele nacht bezig geweest. Ja? Ja. Ook in Kuik? Nog niet, daar komen we nou aan. Ja? Ja. Dus vannacht nog geen schoentjes gevuld in Kuik? Ik niet in ieder geval. Oh, misschien een andere Piet dan? Een andere Piet, zeker. Ja, we zijn met bijna 40 Pieten, dus ik neem aan dat er heel veel schoentjes gevuld zijn al. Wat is er nou zo leuk aan de intocht in Kuik? Wat is er zo leuk aan de intocht in Kuik? De kinderen gewoon. Het enthousiasme, weet je wel, het onthaal, de hele kade wat vol staat. Ja, dat doe je toch voor. Dat is toch die gezichtjes. Ja, dat is toch... En met hoeveel pieten zijn jullie vandaag hier in Kuik? Met 60 pieten volgens mij. 60? Een heleboel zijn het er. Allemaal echte pieten? Allemaal echte pieten. En hebben we dan ook nog een aparte piet bij? Piet Paniek of een paar gekke pieten? Nee, die hebben we niet bij. Nee? Nee. Er is ook een muziekkorps bij vandaag. Dat klopt, daar zit ik ook in. Allerlei muziek, Pieten. Jazeker. En welk muziekinstrument bespeel jij dan, Piet? Ik ben trompet Piet. Trompet Piet. Ja. En dan alleen Sinterklaas nummers? Ja, ja, ik kan alleen Sinterklaas liedjes. Wat is dan een favoriete nummer? Mijn favoriete nummer is Sinterklaasje, kom maar binnen. Kun je het ook zingen, Piet? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan en laat het paardje maar buiten staan. Komt er ook nog een paard in Kuik? Er komt ook nog een paard. Ja? Ja. En ik hoorde ook nog iets over een fiets. Een fiets, ja. We hebben een Piet op een fiets. Dus dat wordt heel leuk op de kade dadelijk. Ja. Een grote fiets? Nee, dat wordt een klein fietsje. Ja, een klein fietsje met een Piet erop. Kijk eens aan. En Sinterklaas gaat dus op het paard verder naar Laco de Kwel. Ja, ligt ook een beetje aan het weer. Want ja, het kan ook zijn dat hij gewoon lopend gaat. Ja? Ja, want het is maar een klein stukje naar de Laco. Hij is goed te been. Hij is goed in conditie. Dus... Ja, hij is goed in vorm vandaag. Hij is goed in vorm. Ja, hij heeft ook zin in. Maar hij heeft ook wel enorm veel geslapen op de reis naar Nederland toe. Dat heeft hij ook. Ja, hij heeft heel veel geslapen op de boot. Dus hij is goed uitgerust voor ons in Kuik. Nou, op naar Kuik. Ja, we hebben er zin in. Zeker. Ik ook. Absoluut, we zin in. Hallo, wat zit er in jouw zwarte pietenzak? Pepernoten,
Heb je al pepernoten verzameld? Ja. Hoeveel? Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Heb je hier heel lang moeten wachten? Ja. Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Komt u maar voorzichtig. Ja hoor, hij staat op de kade. Ja hoor, hij is er, kinderen. Nou Sinterklaas, u ziet het hè, weer of geen weer, hoeveel kinderen hier met een snelle kloppend hartje op u hebben staan wachten. En ze hebben geschreeuwd en ze hebben gezongen en u bent gekomen. Van harte welkom in Kuik. Dankjewel burgemeester, dankjewel jongens en meisjes dat jullie allemaal hier zijn. Weet jij wel hoe lang je hier al staat? Nee. Want jij bent nog hartstikke droog. Ja. Of heb je onder een paraplu gestaan? Nee. Ga je dadelijk helpen? Ik denk het wel. Ga je dan strooien of ga je verzamelen? Verzamelen. Verzamelen. En de snoepjes zijn favoriet, zie ik. We gaan zo meteen. Nee, de pepernoten. Echt waar? Ja. Kijken dan. Eens even kijken of. Oh, goed verzameld. Ja, dank je. Want Americo die is. Wat heb jij een mooie Sinterklaas muts? Dank je wel. Wat zeg ik nou, een muts, zo heet dat helemaal niet, hè? Nee. Hoe heet dat dan? Mijter. Een mijter, maar heb je die zelf gemaakt? Nee. Hoe kom je eraan dan? Niet. Volgens mij niet. Misschien mama? Ja, ik weet het niet. Heb jij vandaag ook al je schoen gezet? Ja. En zat er ook iets in? Ja. Nou, vertel eens dan. Uno, een spelletje. Een spelletje. En was je daar blij mee? Ja. Ja? Ga je nou vanavond dan weer de schoen zetten? Ja. Echt waar? En denk je dat hij dan weer komt? Ja. Jij mag dan zeker vanavond? Ja. Ja? En wat hoop je dan dat er morgen in zit? Gewoon een cadeautje. Gewoon een cadeautje? Maakt niet uit wat? Heel goed jongens, dus allemaal vanavond de schoen zetten. Of snoep. Denk eraan wat Piet heeft gezegd. Maakt niet uit. Niet van allemaal leuk. Twee ja. Uur een handje geven allemaal. Ik ga je dadelijk nou ook nog een handje geven aan Sinterklaas. Ja. Ja? Heb je ook vannacht de schoen gezet? Nog niet. Nog niet? Nee. Ga je dat vanavond doen? Ja. Wat hoop je dat er morgen in zit? Weet ik niet. Ik wil heel veel. Heel veel? Ja. Maakt niet uit wat, maar heel veel. Hallo. Ja. Ik zag jou al flink dansen. Laat eens zien wat voor mooie dans je had. Oh. Jij ook? Ja. Nou, laat eens even samen zien dan, dat dansje. Ja. En ben jij vandaag geen hulle Piet dan? Ik denk het wel. Kijk eens wat een mooie outfit ze heeft. Ik mocht dan niet. Mocht jij dat niet? Nee. Had je wel graag gewild dan? Ja. Ga je dadelijk ook nog een dansje doen voor Sinterklaas zelf? Ik ook. Ik ook. Wie heeft... Ik kan geen dansje doen. Wie heeft er de schoen al gezet? Ik. Ja? Ik heb snotslijm gekregen. Wat had je gekregen? Ik ook. Snotslijm. Zo, snotslijm. Wee. Met kikkerdrillen erin. Ja. Snotslijm met kikkerdrillen erin. Ja, weet je. Bah! Ik kreeg een tablet die de wegwijs ging zetten. Zo, maar dat is toch een heel mooi cadeau? Toch? En Jochem heeft een telefoon gekregen. Hoi, hier hebben we een mooi hulpje, hè? Je bent door de schoorsteen gevallen, jij, hè? Oh. En dan vanavond nog een keer. Ja, echt waar? Dan komt vanavond wel echt weer het. En als je nou daar een mandarijntje erin krijgt, ben je dan ook blij? Ja, dan is het heel lekker. LACO Sportcentrum Kuik. Echt alles onder één dak. Dat is pas sportief genieten. Alles onder één dak bij Decohome Peters, de speciaalzaak van Kuik. Op het gebied van verf, behang, raamdecoratie en gordijnstoffen. Bent u dus van plan om uw woning binnen of buiten een opknapbeurt te geven? Dan moet u zeker eens naar Decohome Peters. Kijk ook eens op www.decohomepeters.nl.